Het heeft even geduurd, maar hier is hij dan toch, stadsbeeld nummer 3. We hebben geprobeerd uit het enorme aanbod van onderwerpen weer een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. Met bijvoorbeeld deze keer verslag van de Mai Tai Fanclubdag. In bewogen verleden hebben we werkelijk schitterend filmmateriaal van de oude diergaarde. De prijsuitreiking aan de winnaars van de Kijk en Winwedstrijd. Het 17e Filmfestival van Rotterdam ontbreekt niet. En ook met ons eerste programma-onderdeel hopen wij te scoren. Doelpunt! Mooi lul. De Radio Rijnmond voetballer van het jaar. Wow! Ik ben 1,97. Dat is erg lang, hè? Ja, veel zeggen dat het te lang is, maar ik heb tot nu toe geen hinder ondervonden. Jij komt van Gouden Olympia? Ik kom uit Gouden, ja. Van Olympia vandaan. Wie heeft je hierheen gehaald? René de Hoon. En toch ook een beetje Pim Doesburg, want die staat toch ook nog een jaartje trainer geweest. En via hoor je natuurlijk wel dingen. En toen is de Hoon op een gegeven moment heeft me hierheen gebracht. Kun je zeggen dat hij bepaalde wedstrijden gered heeft voor Sparta? Oh ja, ik wil niet zo hard van stapel blazen, maar... Hij heeft wel een paar leuke momenten gehad, ja. Ik zeg hem ook zijn fouten, elke dag. En die zijn er echt niet zo gek veel. Maar als hij een paar dingen niet doet wat ik denk dat hij moet doen, dan zeg ik het hem keihard. We hebben ook wel ruzie, maar dat hoort. Bijnamen? Hoor je bijnamen. Die nog wel eens? Nou, weinig. Wel vaak op een gegeven moment als ze bal willen. Hey, lange gooien of zo, of schieten. Kijk, dat is het enige. Begin van het seizoen was het nog wel eens stekkernek of zo. Maar tegenwoordig hoor je dat niet meer. Stopnaald ook niet meer. Stopnaald? Nee, die kan ik me niet herinneren dat ik die wel eens gehoord heb. Ja! Was het eigenlijk wel zo'n goede keeper toen hij hier kwam? Dan kijk, hij had de intentie om een goede keeper te worden. Maar als je niks gaat trainen, dan verleer je dat ook op zondag natuurlijk. Het is alleen een keeper is automatisme. En als je hem elke dag specifiek onder handen gaat nemen, met allerlei dingen wat een keeper eigenlijk moet doen, dan ga je dat ook zondag zien. En dan doet hij dat ook, automatisch. Het is gewoon een kwestie van elke dag oefenen, duizenden ballen. En dat 7 keer per week. Ik wens je allemaal van harte welkom in mijn woning in Rotterdam. Mijn naam is Janine Regman, Rijnmond-organiste en zo nu en dan eens op Radio Rijnmond. Dames en heren, ik zal een van mijn nummers laten horen wat ik zo al speel. De mensen vragen wel zo mij, verdien je zoveel dat je veel oorlogs hebt? Maar ik ben ontzettend zuinig. En van kapotte oorlogs maak ik weer hele oorlogs allemaal. En ik ben ook helemaal geen café-type. Ja, het ene is wel mooier dan de andere. Van heden ten dagen, die synthesizers allemaal, dat... ja, je zit er wel te lachen daar. Maar ik zou vertellen, die synthesizers ook, hè. De tijden van Korstijn. Die had namelijk het magische orgel. Maar ik zou je vertellen dat het magische orgel is al lang achterhaald... door de moderne synthesizers. Dat zijn we met me eens wezen. Je kunt er van alles mee doen. Het is net een computer. Het is onvoorstelbaar en het einde is nog steeds van zoek. De ommekeer? Ik bedoel van man naar vrouw.
Nou, dat is heel gauw opgelost. Want ik zou je vertellen, het is namelijk zo. Ik was vroeger wel een leuk jongetje, maar ik had al ontzettend lichte stem. Ik was ontzettend fijn gebouwd, natuurlijk allemaal. En toen liep ik er een beetje vrouwelijk bij, zoals de dames momenteel op straat lopen, met een lange broek. De mannen lopen ook met lange haren allemaal. Maar dat werd van mij werd het niet geaccepteerd. Ik kreeg bij kans heel de politie van Rotterdam achter me aan. Je hebt hier in dit blok, aan de kant van Noordsingel, of Bergsingel, had je een politiebureau. En nou, daar heb ik heel wat traantjes liggen. Hier aan de overkant van de berg, bij Zwart Janstraat, heb ik ook nog wel eens een knokpartij gehad met een paar agenten. Ja, uiteindelijk kreeg je trek met die lui toch aan de corsent. Je kan wel eens terugslaan, maar hun niet slaan dubbel terug. Maar ja, in ieder geval, om het verhaal kort te maken. Ik kwam namelijk in het huis van Bewaring terecht, toen psychiatrische inrichting. En toen zei de dokter, ja, wat u doet, dat is helemaal niet strafbaar. Ze zei, helemaal de gladde buis, want u bent namelijk tweeslachtig. En dan kennen ze je heus niks maken. Maar ja, ze hadden me tot 3 maanden aan mijn taas, om zo te zeggen, weet je wel. Want toen de zaak voorkwam, toen begon ik nog een beetje buiten te spreken in die rechtszaal. En ze stonden altijd in de kranten, ja, die maakte maar een toneelstuk van. Die probeert hier het een of ander stukje op te voeren allemaal. Maar daar trekken we ons eigenlijk niks van over aan. Maar in ieder geval, ik stond gauw op vrije voeten. En na die tijd is er ook veranderd. Je kreeg de Beatles, hadden ook lang haar. De meisjes gingen een lange broek aantrekken. De mannen gingen ook een leuke overhemdje aantrekken met bloemetjes, oorbelletjes allemaal. Ja, bij kans kan je haast niet meer zien of het een jongen of een meisje is als je achterloopt. En die jongens hebben allemaal van die leuke smoekjes allemaal en lijken net meisjes. Sommige meisjes lijken ook jongens. Ja, het is heel moeilijk te bewijzen of je moet mee naar bed gaan. Dan kom je er pas achter. Dan zou je er met me eens wezen. Ik zou zeggen, tot ziens allemaal, hè. Dag allemaal, dag. Rotterdam. 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 Ook in Rotterdam. Werknet uitzendorganisatie. Met Phoenix naar Joegoslavië. Zon, zee en een prachtige natuur. 10-daagse busreis met half pension al voor 275 gulden. En vliegen vanaf 4,99.
vraag uw ANVR Goede Reisreisbureau naar Phoenix Vakanties. Een Roemeense tanker zorgde voor heel wat dierenleed door voor de Nederlandse kust enorme hoeveelheden olie te verliezen. De vrijwilligers van vogelklas Karel Schot die hebben geprobeerd om de vogels waarvan men hoopte dat ze nog gered konden worden zo goed mogelijk op te vangen. En daar zijn we eens gaan kijken. Je verwacht het niet zo in het midden van de stad. Maar hier op het Rotterdamse Afrikaanderplein is het vogelhospitaal gevestigd van de stichting Vogelklas Karel Schot. De vrijwilligers van de vogelklas hebben zich de laatste tijd voornamelijk bezig gehouden met de verzorging van de zogenaamde olieslachtoffers. Wij hebben er dus een 527 levend binnengekregen en 126 dode. Die hebben we dus al gelijk meegenomen van het strand. Praat je over een topdrukte? Ja, wel zeker. Dit is het zeker, ja. Wat betekent dat voor deze stichting? Nou, dat betekent een heleboel werk, een heleboel organiseren uiteraard. Een hoop vrijwilligers natuurlijk. Dagelijks zijn we met een 20 vrijwilligers hier bezig. Dat is van 8:30 tot 22:30. En dan, dat is nog buiten het vangen natuurlijk, wat we de afgelopen dagen 's nachts gedaan hebben. Tot 4:30, 5 hebben we vogels lopen vangen van het strand. De vogels, aan stress onderhevig en vaak aan het eind van hun latijn, kunnen hier wat op krachten komen voordat ze een grote schoonmaakbeurt ondergaan. Het leed is zo groot. Ik denk als die man geweten had wat voor leed hij veroorzaakt had, dat hij het ook nooit gedaan had. Dus om nu te gaan spreken van wraakacties, ja, dat is allemaal mooi en wel. Maar ja, je zit nu met het leed en de rest gaat weinig toe bijdragen. Ik denk dat het Nederlandse volk en zeker de regering hier wat aan kan doen. Maar als particulier kun je niks doen. Ze stribbelen nog wel eens tegen tijdens het reinigen. Ze zijn natuurlijk ook niet gewend om door mensenhanden onder een warme douche te worden gestopt. Aan de kleur van het water is wel te zien dat een wasbeurt geen overbodige luxe is. Lekker afdrogen en een warme kast in om helemaal bij te komen. Deze jongen zal het wel redden. Met uw hulp hebben vele van zijn soortgenoten ook een overlevingskans. Yeti Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. Beter bekend als de hitmachine Mai Tai. Met twee Engelse top 10 hits, een van de meest succesvolle Nederlandse popformaties. Zij waren het sprankelend middelpunt van een speciaal voor hun fans georganiseerde dag in het Zuiderpark Hotel. Really gonna fall in love, that I let it get to you. Oh, this not to love it, you that left it, oh, that I could do a dream. Well, I need some heart, you never ever, but you have to be here with me. Wanna burn light, wanna burn light, wanna burn light, you sending me. We'll be right back.
Een opmerkelijk initiatief van de christelijke scholengemeenschap Blaise Pascal in Spijkenisse. Een drummarathon van 48 uur ter inzameling van geld voor het Fonds ter Bestrijding van Jeugdkanker. Er moet een enorm gejuich op gaan zometeen, hè? Ik hoop het. Het zou wel, ja, wel leuk zijn. Oké, en je gaat op de schouders, denk ik. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Dat lijkt me toch een beetje eng wel. Je hebt het gehaald, hè? Jullie hebben het gehaald, hè? Ja, we hebben het gehaald 48 uur achter ons drumstel. Ik was het klaar? Het was een gigantische klus. Maar met medewerking van al onze kennissen en vrienden en iedereen die ons mee wil helpen, is deze actie een uniek succes geworden. Kom Joost, hè? Daar gaat het zo. Het afzien van Jeffrey Michels en Arwin de Ruiter was niet te vergeefs. Ze konden het Wilhelmina Fonds een cheque van 15.000 gulden overhandigen. Is de plek waar binnenkort het IMAX Theater Rotterdam zal verrijzen. 10 februari jongstleden waren burgemeester Peper en commissaris van de koningin Patijn bereid gevonden zich om te kleden voor het slaan van de eerste paal. Het IMAX Theater, gebouwd in het kader van het Waterstadproject, moet na de ingebruikname in 1989 een belangrijke trekpleister worden. Het theater kan shows geven door middel van een supergrootbeeld filmprojectie, waarmee een uitzonderlijk groot werkelijkheidseffect kan worden bereikt. Tezamen met het Intel Hotel en het Econo Center zal het een uniek gebouwencomplex vormen. Weet u nog, vorig jaar, de geboorte van de ijsbeertjes Eski en Moni? De twee kleine ijsbeertjes lokten heel wat mensen naar Diergaarde Blijdorp. Maar kleine beertjes worden groot en vanwege ruimtegebrek konden ze niet langer in Rotterdam blijven. Op een regenachtige ochtend dit jaar was het onvermijdelijke afscheid daar. Eski en Moni vertrokken naar Warschau. Onrustige ouders keken toe, terwijl er heel wat mankracht voor nodig was om hun jongen de vrachtauto in te krijgen. De vrachtauto bracht de beide pakketjes naar Utrecht, alwaar het gezelschap zich per spoor, en dus niet lopend, richting Warschau zou begeven. Laatste groet van de ouders en... Daar gaan ze. Het is afgelopen, het is voorbij. Een hoop zorg minder. Dit hekwerk, deze reling hier langs de Schie, staat er niet voor niets. De bewoners hebben daar jarenlang voor moeten onderhandelen met de gemeente. Iedere keer bij regenachtig weer hielden ze hun hart vast als ze gier onder remmen hoorden, want dat werd meestal gevolgd door een grote plons. Luister en huiver. Wij kennen het geluid inmiddels. Wanneer er dus één ingaat, dan is het eerste wat we doen niet kijken, maar bellen naar de brandweer. En dan gauw naar beneden en kijken of we iets kunnen doen. En dat is nu een week of 3-4 geleden ook gebeurd. Toen reed er een meisje in. En gelijk de brandweer gebeld. Maar ze was er inmiddels al uit doordat mijn man Theo dus een steen door de achteruit gooide. En toen is ze netjes naar de kant gezommen en hebben we ze in bad gestopt. En heb je nou nog contact gehad met die mensen na afloop? Ze is wel de kleding terugwezen brengen en gezegd dat ze nog een keer langs zou komen. Het is wel even vervelend dat de oplossing die ze nu hebben
volgens mij niet afdoende is, want het hekje staat daar aan de verkeerde kant. En daar, ja, het staat nu een hek, maar volgens mij is het belangrijker dat de mensen weten dat ze daar niet kunnen doorrijden of zo. Want ik heb zondag een groot bord of zo. Ja, ik heb zondag eens op zitten letten, gewoon overdag. Maar daar rijden zo ontzettend veel mensen gewoon door. En dan zie je ze achteraf weer terugrijden, omdat ze hier niet bekend zijn. Dus volgens mij, als je daar een drempel neerzet of een groot bord van... Er staat wel daar een bord, maar dat staat heel onduidelijk, ja, dat het doodlopend is, dat bord daar. Maar dat staat verkeerd, dat moet inderdaad aan deze kant. Als het gewoon goed duidelijk is dat je daar niet door kan rijden. Ja. Een hek is eigenlijk niet afdoende genoeg, er moet gewoon meer aan gedaan worden. Nee, ja. Eve en Huub hebben nu de nieuwe Opel-modellen voor 1988 binnen. Met de sportieve Kadett GSI. En de zuinige wielprimeur, de Corsa Diesel. En natuurlijk het vlaggenschip, de stijlvolle Senator. Tevens kunt u kiezen uit meer dan 100 occasions. Maak eens een proefrit bij Eve en Huub. Straatweg 45-47... Rotterdam. PD Leather Fashion. Hoogstraat 153. Nu al een begrip voor modebewust Rotterdam. Met eigen ontwerpen. Vervaardigd in haar eigen atelier. Voor dames, heren en kinderkleding. U krijgt meer leer voor uw geld bij PD Leather Fashion. Hoogstraat 153, Rotterdam. Voor de 17e maal het Filmfestival van Rotterdam. Het festival begint zich zo langzamerhand te ontwikkelen tot een van de grootste filmevenementen van Europa. De hoogtepunten voor u op een rij gezet. Ik vind het wel een goede ontspanning tussen alle ellende die je dagelijks over de agenda krijgt. Dus prima zo even een uurtje ertussendoor. Weet u nu welke film er gedraaid wordt? Dat hoor ik zo. Dat heeft u nog niet gehoord? Dat heb ik wel gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Dus misschien kunt u die vraag straks nog eens een keer overstellen. Oké, ik doe mijn best. Verder aan. Het 17e Filmfestival van Rotterdam. Speciale attractie dit jaar was Kino Buff. Een maaltijd bereid door 3 sterrenkoks, afgewisseld met 4 films die iets met eten van doen hebben. Hoe smaakte het tot nu toe? Prima, prima. Wat heeft u gegeten, weet u dat? Karper. En dan gaan we naar de film van over de karper. Heeft u vanmorgen ontbeten ook nog? Een heel klein beetje. Denkt u dat u alles opeet vandaag? Dat durf ik nog niet te zeggen, de dag is zo lang. De inhoud van de film is nu? Over de karper gaat het weer, een Belgische film. Daarna krijgt u? Daarna, met Jan? Oh, de Franse film krijgen we dan. Stefan Oran, ja. En welke gang is daaraan gekoppeld, weet u dat? Nee, dat laten we dus gewoon als verrassing staan. Wordt even gespiekt achter. Ja, zalm op de vuilkant gebakken. Dat was iets, dat doe je nooit meer, omdat je toevallig in een jaar op 4 van die films stuit. En denkt van, hé, daar zou je iets... En omdat ik zelf iets heel intiems met eten heb. Dus ja, dat is er zo uitgerold. Maar... En het is een beetje omhoog geschreven in de pers, maar voor mij was het een grappie, een aardigheidje.
denk dat dat een van de dingen is die we niet als traditie moeten voeren. Omdat, afgezien van het feit dat het een heel groot succes is geweest, dat er aan zich niks op tegen is. Maar de enige die daar niet tegen kan, dat ben ik eigenlijk. Een stomme film, die hoor je hoogstens met een piano of met een orgel te begeleiden en niet met zo'n groot orkest. Ik persoonlijk hou daar niet zo van. Het blijft wel een uitdaging om wat met het orkest te doen natuurlijk, omdat het zo'n prachtig orkest is. Het blijft ook een uitdaging om wat met die doelen te doen. Daar zijn we wel aan bezig. Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. We zijn wat ideeën aan het ontwikkelen daarover. Ja, het is voor mij, als ik eraan terugdenk, en ik kan er nu veel beter aan terugdenken dan het moment zelf, dan denk ik dat het echt het allermooiste moment is geweest in 17 jaar filmfestivals. Nou, zo'n prijs heeft wel het effect dat je werk plotseling vreselijke aandacht krijgt. Wat wel goed is voor het werk natuurlijk. En voor de mensen die je fotografeert, die krijgen ook eens wat aandacht. Nou, het gaat me altijd om mensen. Wat doen mensen zichzelf en elkaar aan? Je hebt een poosje in New York gezeten. Ja, ik kom heel veel in New York. Dat is mijn lievelingsstad. Deze plaat. Hier ligt een meneer te overlijden op Broadway. U allen wel bekend, hè? Broadway. Overdosis. Hier wordt een meneer gewassen die dus, ja, zwerver, die, nou, ik kom misschien even, ja, nou, dit is een van uit een serie foto's. Ze worden dus op straat gevonden of ze melden zich en dan worden ze gewassen en krijgen ze eten. Maar Calcutta is dus echt, dat is erg, dat is echt erg. Dit is zijn inkomen, dit been. Dit is zijn brood, hè? Er zijn niks sociale voorzieningen of, nou, ja. Spreek je wel eens met die mensen? Ja, soms wel, soms niet. Hangt een beetje vanaf. Niet iedereen geeft toch zomaar toestemming? Nee, er zijn een hele hoop mensen die niets met je te maken willen hebben. En terecht, ik zou dat ook niet willen. Maar anderen die zijn, ja, stort hun hart open. Dit zijn dakloze kinderen, in Calcutta. Ik zou niet willen dat het mij overkwam, weet je wel. Waarom gebeurt dat met mensen? Hoe zit dat? Hoe ziet dat eruit? En ik zou het ook echt heel erg vinden als het mij of mijn kinderen of mijn moeder of... Weet je wel, ik zou niet willen dat het mijzelf... Het is misschien een beetje angst wegfotograferen of zo. Zoiets zal het wel zijn. Iedereen weet waarschijnlijk dat deze spoorbrug vervangen gaat worden door een spoortunnel. Die werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. En wij zijn van plan u daarvan op de hoogte te gaan houden in Stadsbeeld. Voortaan krijgt u iedere aflevering een verslag van de gebeurtenissen. En een vooruitblik op de werkzaamheden die op stapel staan.
Op een aantal plaatsen in de stad is al goed te zien dat er wordt gewerkt aan de spoortunnel. In april vorig jaar ging de eerste spa voor dit enorme karwei de grond in. En in 1994 moet de tunnel klaar zijn. De treinen zijn dan niet meer afhankelijk van de vaste openingstijden van de hefbrug over de Koningshaven, zodat de spoorwegen de dienstregeling beter kunnen aanpassen aan de behoeften van de reizigers. Bovendien zullen er meer treinen kunnen rijden, omdat de nieuwe tunnel 4 sporen krijgt, terwijl er nu slechts 2 sporen beschikbaar zijn. Na 1994 gaan het ruim 100 jaar oude viaduct en de spoorbruggen uit het stadsbeeld verdwijnen en daarmee ook de denderende treinen hoog boven het straatniveau. De nieuwe spoortunnel komt vlak naast het huidige viaduct en de spoorbruggen te liggen. Tussen het Centraal Station en de Catshoek is een nieuw viaduct nodig en ter hoogte van het Pompenburg verdwijnen de treinen straks uit het zicht om bij de Rozenspoorstraat op Zuid weer bovengronds te komen. Onder het metrostation Blaak wordt een intercitystation gebouwd met een overstapmogelijkheid op de metro. Op Zuid komt een geheel nieuw station en het station Hofplein zal een ingrijpende verbouwing ondergaan. De spoortunnel in Rotterdam gaat ruim 700 miljoen gulden kosten en wordt door het Rijk betaald. De tunnelbouw heeft heel wat voeten in de aarde. En vooral de mensen die wonen of werken in de omgeving van de bouwput zullen ongetwijfeld van tijd tot tijd hinder ondervinden. Centraal in het spoortunnelgebied is daarom een informatiecentrum aanwezig waar iedereen terecht kan met vragen of klachten. Een tentoonstelling en maquettes geven een compleet beeld van het omvangrijke project. De aanwezige voorlichters kunnen individuele vragen beantwoorden en zijn in staat eventuele klachten op te lossen. Het informatiecentrum is te vinden aan de Kolk nummer 50, onder de bekende paalwoningen bij de Blaak. Men kan er op werkdagen terecht tussen 9 en 5 uur en zaterdags tussen 10 en 4. Ja, mensen, dit is de mooiste tijd voor een boswandeling. Kijk maar, de boompjes staan weer in volle bloei. Hier, gewone boompjes, kleine boompjes en af en toe... Oh, een woudreus. Als boswachter ben je natuurlijk wel de hele dag bezig om het bos in optimale conditie te houden. Hier, daar moet bijvoorbeeld weer wat jong aanplant komen. Ja, laat maar zakken. En natuurvrienden, voor wie zijn oog goede kost geeft, zit het bos vol verrassingen. Alle bomen. Wat heb je nog meer? Notenbomen. Op naar de boomkwekerij. Tja, dat zijn de wonderen van moeder natuur. Eerst nog een lege bast en voor je het weet een echte boom en een stevige kruin erop. Het is toch verbazend hoe alles wat groeit en bloeit ons toch telkens weer boeit. Plant eens een boompje. Ja, dat kunnen we dus binnenkort wel schudden. De pisbak, of netter, het urinoir. Kijkt u er nog maar eens goed naar, want binnenkort behoren ze tot het verleden. We vroegen aan enkele gebruikers wat ze er nou van vinden dat hun stukje privéterrein gaat verdwijnen. Maakt u er vaak gebruik van, meneer? Hoe bedoel ik? Hoe bedoelt u? Nee, maar oh. Dichterbij. Of gaat u hier steeds passen? Nou, u mag mij wel vragen wat ik wil. Weet u dat deze urinoirs allemaal weggaan? Ja, dat heb ik gelezen, maar dat vind ik toch niet juist, hè? Want kijk eens, u ziet tegenwoordig hebben de meeste mensen
maling aan respect. Dus, als deze dingen weggaan en zij moeten toevallig plassen, ik noem maar wat, dan pissen ze gewoon zo tegen de boom. Dan wil je toch ook niet zien dat de andere dames of zo hun pikje zien. Ik noem maar wat hoor. Ja. Dat is niet juist. Als ik plassen moet, moet ik plassen. Ik weet iedere openbare urinoir in de stad, die ken ik. En hier, daar rijd ik dan naartoe en dan is het voor elkaar. Ik moet dadelijk moet ik achter bomen en achter vrachtwagens, moet ik het gaan doen. Waar gaat u? Dat vraag ik u. Ja, nou, en ik vraag het weer aan u, waar u dan gaat. Nee, want ik... Als het hoog nodig is. Ja, waar gaat u dan? Tegen een boom. Zo. Als het erg nodig is wel. Waar moet ik gaan pissen? Huh? Nou, dan moet ik tegen een boom doen. Of dan moet ik ergens op een bedekte plek doen. Ja. Dan zien de mensen mee. Maar ja, ik ben het verplicht te doen, want ik kan mijn baas niet kapot maken. Dus ik moet toch pissen. Ik vind het schandalig dat er zo weinig waterplaatsen zijn, hoor. Wat moet je dan tegen de wagen doen? Die dames tegenwoordig ook. Ik heb ze gezien. Dat ze gewoond omdat ze geen urinoir hebben. U weet, ik loop veel, hè. Dat ik zelf een dame zo zit, te pissen. Gewoon op de weg. Dat is toch schandalig? Maar omdat er geen plaatsen zijn voor die dames. Of ze moeten helemaal naar Termeulen gaan, of naar ik weet niet waar. Waar wel een plaats is, maar toevallig zo ver. Dan moet je maar net een kwartje bij je hebben. Toevallig ook dat. Weet u wel, dus dit vind ik wel dat ze gewoon moeten laten staan. Ze moeten natuurlijk zorgen dat het schoon blijft. Want eerlijk, deze toiletten die worden vol gepoept. Als ze willen scheiden, dan scheiden ze hier ook, hoor. Dan scheiden ze overal. En dat is ook vies, hè. Ja. Nu stinkt het ook, vind ik. Ja, het stinkt natuurlijk. Ja. Tuurlijk, het stinkt omdat... De bezuinigingen en alles, hè, die mensen die maken schoon. Maar als het schoon is en iemand wil gaan poepen, of ik weet niet wat ze willen, heeft een aandrang, heeft misschien te veel gegeten, of de scheiterij, en dan poept hij gewoon. En dat is toch niet normaal meer? Maar dat is toch zo? Hij poept gewoon, dat is niet normaal. Maar ik heb iemand, ik ging de wc in, ik moest erger. Nou, en zag ik iemand zo gaan poepen. Potverdorie, dat is... Dat is toch een... Dat is een ellende. Oh, dat is hopeloos. Maar echt wel. Nou, ik ga even pissen, want ik moet niet erger. Deze keer een videoclip van een man die in de Rijnmond-regio al de nodige bekendheid geniet, maar waarvan de grote doorbraak nog steeds moet komen. Misschien dat Lou Prince... U zag hem al, met behulp van de nu volgende videoclip, het ook landelijk helemaal gaat maken. Here I stand looking around me, while all around me, what do I see? Unhappy faces behind the painted smiles, heartache and loneliness dressed up in modern style. Unhappy people living in sin and shame, reflections of myself. Life is no easy game. Changes and the mess of your mind. I just call to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I will see you when I get there. I'm gone.
like to be slow today. I've been thinking about you all day long. Now there's a camera that's weatherproof. Dustproof and fully automatic. Focuses by itself and flashes unbelievably fast. You never run out of new ideas, do you? Olympus AF1. The new camera for new ideas. Beauty Case, het grootste huidverzorgingsinstituut in Capelle en omstreken. Maria Daniels Erf, 78. Telefoon 45 81 510 voor onder andere snelbruiners, lymfedrainage, afslanken, spierverstevigen, elektrisch ontharen en lichaamsmassage. Behandeling op afspraak. Tot ziens bij Beauty Case. Mel Gibson en Danny Glover. Twee politierechercheurs die een hekel aan elkaar hebben, maar door hoger hand met elkaar zijn opgescheept. Gibson en Glover worden een hecht team wanneer ze op een enorme drugsmokkel stuiten. Die wordt geleid door de witharige Gary Busey. Dit leidt tot de nodige actie. This badge ain't real. You ain't real. Oh, you sure are a crazy son of a... You think I'm crazy? Yeah. You calling me crazy? You think I'm crazy? Yeah, you want to see crazy? I'll tell you. Hey, nose is in the dirt. Just warming up. Just warming up. Hey, look at that, will you? Not bad for an old man. Okay, step aside, old man. Mel Gibson, Danny Glover, Lethal Weapon.
Dit straatnaambordje is eigenlijk het enige wat ons herinnert aan het feit dat hier vroeger een diergaarde was. Aan de hand van de volgende beelden gaan we eens bekijken hoe dat er allemaal heeft uitgezien. Na de oorlog werd de dierentuin gevestigd in Blijdorp, maar ook Blijdorp heeft er niet altijd hetzelfde uitgezien. Laten we maar eens gaan kijken. De diergaarde in Rotterdam dateert al van 1857. Vanzelfsprekend zijn de beelden die u nu ziet van later datum, al zullen de meesten onder u de diergaarde zo ook niet gekend hebben. De oude diergaarde, op de plaats waar nu de diergaarde Singel is, achter het bouwcentrum, werd gekenmerkt door fraaie paviljoens met wellicht nog fraaiere bewoners, zoals bijvoorbeeld de leeuw Nero. Rotterdam was vooral bekend om zijn enorme bloemen- en plantenserres en het zogenaamde alpinum, een soort berglandschap waarin allerlei bergplanten tussen lava en rotsmassa's verscholen aanwezig waren. De 32 meter hoge koepel van de Flora Serre dateert al uit 1873 en het grondplan voor de aangelegde tuinen stond op naam van de Haarlemse tuinarchitecten, de heren Zogger. Nog steeds een bekende naam in Rotterdam. Ook toen al waren de terrassen druk bezet en maakten de Rotterdammers vooral op de vrije zondag maar al te graag een wandeling door de tuin, die tenslotte bij uitgang Kruiskade eindigde. En dan Blijdorp. Rotterdam was weer in volle opbouw na de desastreuze oorlogsjaren. De stad leefde en bruiste weer en ook de diergaarde kreeg zijn kleur terug. Voedsel was er gelukkig ook weer volop. Vooral voor de kinderen was Blijdorp een paradijs. Dieren bekijken, een geweldige speeltuin waar je kon ravotten en voor een enkele uitverkorene een ritje op een echte olifant. Zelfs de allerkleinsten hadden het naar hun zin. Maar aan alles komt een eind, ook aan een dagje dierentuin. De papegaaien worden binnengehaald, de nachtverblijven worden in orde gemaakt. Na de laatste bezoekers wordt de poort gesloten. Bij Partycentrum Engels maken we werk van uw feest. Als u iets te vieren heeft, rollen we bij Engels de loper voor u uit. U kunt kiezen uit vele zalen en de verzorging is al ruim een eeuw uitstekend. Bij Engels is werkelijk alles aanwezig om uw feest tot een succes te maken. Partycentrum Engels. Kwaliteit in gezelligheid. Uw vakantie is voor ons net zo belangrijk als voor u.
Met Stadsbeeld op de buis en een lekker wijntje in huis zit ik 50 minuten gekluisterd aan een tape die Rotterdam opluistert. Voor de volgende aflevering van Stadsbeeld moet u het aantal letters O in de reclame stellen en de volgende slagzin afmaken. Die luidt: met Stadsbeeld in het Rijnmondgebied, puntje, puntje, puntje. Nou, u heeft het gezien. Het loont dus best de moeite om eventjes zo'n kijk- en win-deelnamekaart op te sturen. Maar goed, de prijzen die zijn verdeeld, de nieuwe opgave die is bekend. En ik kan alleen nog maar zeggen, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Dag.